De regering van Suriname is doende om het proces van visumafschaffing voor enkele landen te finaliseren. Dit zei minister Albert Ramon van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren op een persconferentie. Hij gaf aan dat diverse landen waarmee we een samenwerking hebben uitkijken naar consulaire vrijstelling voor Suriname. Als je van visumafschaffing, wij zijn doende te finaliseren het proces van visumafschaffing wat betreft 5 landen. En dat zal in de komende weken worden afgezet, maar de intentie is om per 1 mei dat te effectueren. Het gaat dan om Nederland, België, Frankrijk, Verenigde Staten en Canada. Dat zijn de eerste 5 landen die er gaan vallen onder de visumafschaffing. En dat betekent dat de landen, dat personen uit die landen, geen visum hoeven aan te vragen. Uiteraard zullen ze op Zanderij even moeten stoppen om hun bijdrage aan onze economie te doen door een entry fee te betalen, wat ongeveer gelijk is aan de aanvraag van een visum. Maar dat is in de making en we zullen daar nog vrij veel communicatie over doen in de komende weken, zodat iedereen op de hoogte is van welke regels gaan gelden. Aldus minister Albert Ramdien. Deze consulaire vrijstelling zal niet alleen gelden voor Surinamers die uit Nederland, België, Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada komen. Het zal gelden voor een ieder uit de respectievelijke landen. Uiteraard de checks en balances wat betreft personen die op bepaalde lijsten voorkomen zullen ook gedaan worden vooraf. En dat systeem bestaat er al. Minister Ramdien zei ook dat Suriname ondersteuning gaat vragen aan België voor visumvrije reizen naar de Europese Unie. Met Nederland zijn er eerder ook gesprekken hierover gevoerd.